Voor de film The Underground was het vooral voor production design een grote opgave. Ze hebben een heel ingewikkelde set gebouwd waarvan je de muren kon verschuiven, zodat het allerlei verschillende locaties leken. Alleen in sommige gevallen hebben wij met visual effects gelukkig nog kunnen helpen met het realistischer en geloofwaardiger maken van die locaties. Bijvoorbeeld door ze in de diepte heel erg te verlengen, wat in de studio niet mogelijk was. Zoals bij dit shot waar we een heleboel meters tunnel eraan toe hebben gevoegd. Dat is ook om het, uh, het is om het meer ruimtelijkheid te geven, maar ook om de variaties van dezelfde set die je terug ziet door de hele film, uh, iets gevarieerder te maken. Bij het openingsshot hadden we uh, een hoop rommel nodig in een lange tunnel in de diepte. En dat was niet allemaal haalbaar om dat op de set zo te krijgen. Dus oorspronkelijk hebben we het op deze manier gedraaid, waarbij we dan het groen hebben vervangen door onze eigen. 3D stalagekasten En daar hebben we allemaal 3D-objecten in gelegd. Die we vervolgens hebben gematcht aan het licht en aan de kleuren van de omgeving van het echte beeld. Waardoor het lijkt alsof ze daar al die tijd al lagen.